jou naar huis te gaan. Naar huis te gaan. Ja, maar hier, maar hier zat echt dichtbij. Oké, okay, dan nemen we een beetje afstand van jou. Melder heeft aangegeven dat ze verschil gemaakt door een vrouw in een busbusje die zou er al liggen sinds gisteravond. Ik ga onderweg naar de Boerhavenlaan in Roosendaal. Er is juist een melding binnengekomen dat daar een vrouw in een bushokje ligt. Nou, volgens de melding lag deze vrouw hier afgelopen nacht ook al te slapen. En ze zit er nu nog steeds. Het is inmiddels 3:30 's middags. En melder maakt zich zorgen om haar. Dus we gaan even kijken of alles goed met haar gaat. Ja. Hallo. Mevrouw, ik kreeg een melding dat u hier al de hele dag zou zitten. Ja. Hoe komt het? Wat is er aan de hand? Ten eerste mijn tas is gestolen. Dat is het station. Mm-hmm. Ik heb geen geld dat ik in de bank wil staan. En ik zou even willen praten. En u zou even? Willen praten. Met wie? Met jullie. Waar woon je? Laten we daarmee beginnen. In? Oké, okay. En woon je daar alleen? Met wie? Nou, die zijn echt te dichtbij. Oké, dan nemen we een beetje afstand van jou. Nee. Om naar huis te gaan. Ja. Maar ik ben helemaal klaar met de zorginstellingen. Ik voelde dan alles met een roze grijn van. Want je staat in principe, zij gesignaleerd als vermist. Er is tegen mij gezegd dat ik niet meer. Dat is bijna jullie contacten. Hè? Ja, in principe ga ik nu gelijk de contact opnemen. Ja? Ik ben voor elkaar 10 minuten. Als je vanaf voorhand zei. Dan zijn we even nu naar de Roosendaal. Ik was daar even wat drinken, misschien even naar de wc. Is goed, dan kunt mij in ieder geval bereiken op 06. Vind jij het een idee om even tot die tijd dat wij berichten krijgen met Roosmeet gaan naar het politiebureau? Dan kan je daar even wat drinken, misschien even een plasje plegen. Ja? Want hier blijven zitten is ook niet echt een optie, toch? Ja? We gaan nou even naar het politiebureau. Hè. Wij nemen Kees heel even mee naar het bureau, kan zij wat drinken, kan zij even naar de wc. En dan. Ja, wc, we hebben de persoon aangetroffen. Zij staat nog gesignaleerd als zijnde vermist. Dus we nemen haar even mee naar het politiebureau in Roosendaal. Dan is hier ook mooi weg. Wil je wat drinken? Even kijken, koffie. Kijk. Hoi Dre. Kijk, mag je helemaal rechtdoor? Door die deur. Kun je hier even relaxen. Dan kan je hier even naar de wc. Yes. Dan komen we zo meteen bij je terug als we het telefoontje terug hebben, ja? Ja. Gaat het goed komen? Nee, inmiddels is het alweer een tijdje later. Maar we hebben de mevrouw afgezet op het station in Roosendaal. We hebben contact gehad met haar begeleider van begeleid wonen in de instelling waar ze zat. Die vertelde ons dat zij daar vrijwillig zat, dus dat we haar niet verplicht terug konden sturen. Maar na een goed gesprek met mevrouw te hebben gehad, wilde zij uiteindelijk toch zelf wel terug. Het probleem was eigenlijk dat ze geen geld had. En de instelling kon dit ook niet aan haar geven. Nou, wij natuurlijk ook niet. Maar een conducteur op het station was goedwillend en van hem mocht zij gratis met de trein mee. Dus ik hoop dat zij uiteindelijk de hulp gaat krijgen die zij ook nodig heeft.